Ja, ik wil even iets niet leuks onder de aandacht brengen, maar wel iets heel belangrijks. Namelijk, en dat wil ik eigenlijk doen omdat het veel te weinig bekeken is. Dus het wordt volgens mij enorm onderdrukt. Mensen zien dit gewoon niet, weten niet dat dit bestaat. En ik vind dat mensen dit moeten weten dat dit bestaat. Dus ik wil niet zeggen, iedereen moet dit zien, want het is een gruwelijk verhaal. Het is echt, oh haha, gruwelijk. Nee, het is echt, hier kan je emotioneel gewoon echt van in de war raken. Oh. Ja, het is enorm heftig. Nou, Nog. heeft het dan iets met misbruik te maken of zo? Ja, het heeft, even kijken, ik zal even een plaatje laten zien waar het over gaat. Het gaat over deze podcast van Brecht Arnert. Hij had Anneke Lucas in de show, in Epoché heet het. En zij is survivor van kindermisbruik, van ritueel kindermisbruik. Ze is Belgische, maar ze woont al heel lang in Amerika. En dit is een podcast van 4 uur. Dus je moet een beetje in stukjes ook bekijken. Maar het is zo'n belangrijk verhaal. En het is echt zware kost, dit. En je ziet Brecht er ook tijdens het interview. En dat heb je zelf ook als je daarnaar kijkt. Ga je door allerlei emoties heen. Door verbijstering, door walging, door woede. En dat heeft Brecht ook. Dat is ook heel begrijpelijk. Probeer zo'n interview maar te doen. Maar ze vertelt hoe dat allemaal gaat. Over martelingen. Ze heeft het allemaal aan de lijve ondervonden. Jezus. Het is ja, het is. Maar ze heeft ook een soort spiritueel inzicht daarover. Dus daar vertelt ze ook over. Dat ze dus ook contact heeft gekregen met haar hogere zelf of het universum. En. Dat ze zeg maar de ultieme liefde, hè, we zijn allemaal één, we zijn allemaal liefde uiteindelijk. Dus ja, er is wel een soort spiritueel inzicht die ze over die tijd, want dit speelde allemaal af in de jaren 70. En nog steeds, maar ze is eruit gegaan uiteindelijk. Er komt mind control, komt er ook allemaal in voor. Er komen hooggeplaatste personen, er worden bij naam genoemd. Oh, ook die wij kennen? Nou, die zijn allemaal dood. Dus ik denk dat ze ook nog wel weet van de mensen die nog leven. Maar ja, dat is een beetje gevaarlijk om die te noemen. Ja, snap ik. Maar die kennen de mensen, die zijn wel algemeen bekend, laat ik zo zeggen. Ja, het zijn allemaal politici en dat soort dingen, figuren. Ze heeft het ook over celebrities. Die zitten ook in die club. Het is, ja. Maar dit interview. Daarmee echt de belangrijkste interview van de laatste 20 jaar. Niet overdreven. En hiermee, met dit gesprek, breekt ze gewoon een heel stuk van de Matrix af. Want ze legt het allemaal gewoon bloot van hoe het in elkaar zit. Wat er allemaal gebeurt, wie erbij betrokken zijn, wat de onderliggende filosofie is, noem maar op.